Natuurmuseum Friesland heeft maar liefst 400.000 euro ontvangen van de Bank Giro Loterij. Het museum gaat het geld gebruiken voor de nieuwe expositie Friesland onder water. De mechanische presentatie wordt vervangen door digitale technieken, beeldprojecties en lichteffecten. De bezoeker loopt straks niet meer door de presentatie, maar vaart in een elektrisch geleid karretje. Friesland onder water wordt daarmee een verrassende beleving met een hoog educatief karakter. Ja, prachtig. Heel blij met deze mooie prijs van de Bank Giro Loterij. Het is een welkome prijs voor onze onderwatersafari. Doen jullie het nou zo goed of zijn de loterijen jullie goed gezind? Nou, we doen het natuurlijk ook heel goed met het Natuurmuseum. We staan erg in de belangstelling bij het publiek. Dat is erg fijn. Er komen veel kinderen hier over de vloer. Dat is prettig om te zien. En we zijn ook in beeld gekomen bij de Bank Giro Loterij met een goed projectvoorstel. En dat is nu gehonoreerd. Ja. Want als ik een beetje door het museum loop, dan valt mij hier en daar de bordjes en de plaquettes wel op van de prijzen van andere loterijen. Ja, we hebben natuurlijk ook de museumprijs gewonnen in 2012. Dat was natuurlijk ook heel erg fijn. En zo zijn er nog een aantal andere prijzen. Kidsproof Museum zijn we geweest en het best bezochte museum. Allemaal goede dingen. Ja. Jullie zijn flink in beweging, dus het geld als museum uiteraard. Dus het geld was heel welkom, lijkt mij. Ja, zeker. We krijgen natuurlijk goede steun van de provincie als provinciaal museum. Maar dat geld is vooral ook goed bedoeld om de basisvoorzieningen overeind te houden. Zorgen dat de collectie goed blijft en dat de deur goed open kan. Maar dit soort geld, als dit soort prijzen, is ook heel belangrijk voor de cultuur in Friesland. Want het zorgt ervoor dat we extra dingen kunnen doen. Nou, voor ons betekent dat we met onze onderwatersafari nu een hele mooie presentatie kunnen maken zoals we hem voor ogen hadden. Dus dat extra geld was heel erg welkom. Ja. Daar gaat dit geld ook heen? Dit geld is bestemd voor Friesland Onderwater 3.0, de onderwatersafari, zoals we het hebben genoemd. Ja. Ja. Want dat project, ja, daar viel u min of meer als directeur middenin, hè? Ja, dat was al helemaal voorbereid en klaar. Dus, ik mag alleen zorgen dat het binnen het proces blijft zoals we hebben afgesproken. Ik viel er met mijn neus in de boter. Een heel mooi project, wat een goede bijdrage is voor ons met de culturele hoofdstad. Ellen Roetman, de kerstengelen zijn het museum nog niet uit of jullie zijn alweer druk bezig? Ja, we zijn van de kerstsfeer zijn we overgegaan naar Frankrijk. Ja. Want we hebben nu een Frans pleintje neergezet. Het thema van de Paken en Beppen week is ga mee op reis. Nou, wij gaan allerlei creatieve dingen doen. En nou ja, vandaar het typische Parijse kunstenaarspleintje hebben we hier een beetje proberen neer te zetten. Ja. De voorjaarsvakantie komt eraan en vandaar deze tentoonstelling? Ja. Elke voorjaarsvakantie proberen we activiteiten te verzinnen die aansluiten bij onze tijdelijke tentoonstelling. De tijdelijke tentoonstelling van dit moment is het Annenstedt en Annentiet. Ik spreek het vast heel verkeerd uit, ja. Maar dat is Noors voor een andere tijd, een andere plaats. En in die tentoonstelling zie je werk van paleo wildlife artist Esther van Hulsen. Zij komt uit Leeuwarden, woont en werkt in Noorwegen. En zij tekent dieren die niet meer bestaan, of die nog wel bestaan, maar vooral op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Dus zij verdiept zich helemaal in zo'n uitgestorven dier en bestudeert dat en probeert die dan tot leven te wekken in een tekening. Vandaar dat wij in deze voorjaarsvakantie ook met tekenen aan de slag gaan. Kinderen gaan met allerlei verschillende tekenmaterialen en technieken dieren natekenen. Ja. Het is wel zo dat de actie Help Paken en Beppen de vakantie door weer geldt. Ja. Dat is echt een hele leuke actie in Friesland. De rest van het land kijkt er wel een beetje jaloers naar van wat een leuke actie. Kinderen krijgen in de voorjaarsvakantie op vertoon van een paken of beppen gratis entree. En ik zeg erbij, eigenlijk op vertoon van elke volwassene. Want sommige kinderen hebben geen paken en beppen meer of die woont heel ver weg. Dus de kinderen krijgen gewoon gratis entree. Musea, die blijven aan de weg timmeren. Hè? Je moet het publiek, de mensen ook vaker wat bieden. Nou zijn we volgens mij hier in Friesland daar wel goed mee met de museums. Vooral hier in Leeuwarden. Als ik even de Prinsessenhof neem. En ik neem het Fries Museum even met de Tanema tentoonstelling. In beweging blijven. Dat is heel belangrijk. Kijk, Adel Tanema heeft laten zien dat we het ook allemaal goed kunnen doen hier in Leeuwarden. Dat we die grote bezoekersstromen ook aan kunnen en dat we dat goed kunnen handelen. En het is ook belangrijk dat je als museum in beweging blijft en steeds nieuwe dingen blijft ontwikkelen en blijft bedenken.